allemaal. Ik ben Christianne, ik speel dwarsfluit en ik geef ook dwarsfluitles. De dwarsfluit is een blaasinstrument, hadden jullie al in de gaten. En je kan hem op allerlei manieren gebruiken. Daar bedoel ik mee, je kan er alleen op spelen. Je kan ook met een vriendje of vriendinnetje duetje met z'n tweeën dus spelen. Je kan je laten begeleiden door een pianist. Maar je kan bijvoorbeeld ook in een groot orkest meespelen of in de vereniging of in de harmonie. In elk geval een hele hoop mogelijkheden. Ik speelde nu op de dwarsfluit waarop je het ook gaat leren, mocht je er zin in hebben. Maar er zijn nog meer dwarsfluiten. Ik heb hier bijvoorbeeld een heel grote, dikke dwarsfluit. En dat is de altfluit. En hij is groot en dik, zei ik al. Die klinkt een stuk lager. Deze. En dat is de piccolo. Die gaat, zoals je je al wel een beetje kunt voorstellen, een heel stuk hoger. En ook best wel heel hard. Deze dwarsfluit waar ik je net op wees, deze hier, dat is dus eigenlijk waar je ook op leert dwarsfluiten. Maar denk je nou, die is nog een beetje te groot voor mij, want ik ben bijvoorbeeld pas 7 jaar, of 8 jaar, of ik ben gewoon niet zo groot. Dan kan het eventueel ook op deze aan te leren. Verder kan je op je eerste les beginnen op het kopstukje. Beetje vals, maar wel leuk om te doen. En mocht je nou echt animo hebben en je denkt, nou, echt wel iets proberen, zoek een flesje thuis. Mag plastic, mag van glas. Mag bier ingezeten hebben of cola, maakt allemaal niet uit. Zet hem aan je mond en probeer er een toon uit te krijgen. Nou, heel in het kort was dit eigenlijk waar de dwarsfluit over gaat, waar het een beetje over gaat. En ik hoop jullie over niet al te lange tijd live bij de Gooise Muziekschool te zien. Groetjes!